Johan van Oldenbarneveld was landsadvocaat, raadpensionaris van de Staten van Holland en oprichter van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij was als adviseur en opvolger van Willem van Oranje een belangrijk Nederlands staatsman tijdens de 80-jarige oorlog. Johan van Oldenbarneveld werd op 14 september 1547 in Amersfoort geboren. In 1570 werd van Oldenbarneveld advocaat bij het Hof van Holland. Toen in 1572 de opstand tegen Spanje begon, sloot hij zich aan bij Willem van Oranje in Delft.